doet boing boing, Kokkie en Peppie, Peppie en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey haasje Reppie, Kokkie en Peppie, opstaan luier Peppie. Doet boing boing, Kokkie en Peppie, samen ontbijten, Kokkie maakt brood. Peppie een eitje, Kokkie je doppie, maak koppie koppie, tok 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 tok. Doet boing boing, Kokkie en Peppie, centjes verdienen, hup naar de bal. Kokkie een schop en Peppie een scheppie, Peppie zegt hoe kom en Kokkie een knal. Boing boing, toet toet, Peppie en Kokkie, Peppie en Kokkie, Peppie en Kokkie, Peppie en Kokkie, Peppie en Kokkie. Is een goed idee, wijst Peppie. En hij leest, wil jong of oud een dagje uit, maak dan een reisje met onze schuit. Nou, dat zouden wij bedacht kunnen hebben, zegt hij. En ik geloof ook dat ik het ga bedenken. Ons scheepje zou wel eens een lekker centje kunnen binnenvaren. Wil jong of oud een dagje uit, ga dan liever met onze schuit, staat er een uurtje later te lezen op het schip van Peppie en Kokkie. Buurman Beer, die gewoonweg ruikt wanneer er iets te beleven valt, spelt de tekst die hem een verheugd kreetje doet slaken. Dat is nou echt iets voor onze klaverjasclub, zegt hij. Een bootreisje om pot te verteren. Ik ga ze direct bellen, zoiets moet je nooit uitstellen. Peppie en Kokkie zijn wat in hun schik met hun eerste klant. Ze zullen die klaverjasclub eens een dagje bezorgen. Terwijl Peppie en Kokkie nog de laatste hand leggen aan de vlaggetjesversiering, komt daar de in feestelijke stemming verkerende klaverjasclub aan met buurman Beer als reisleider. Zijn, moppert Kokkie tegen Beer, die zelf ook wel schrikt van het effect van zijn geintje. Ik wou jullie komen zeggen dat de klaverjasclub op het achterdek staat, zegt Beer, die niet lang geplaagd wordt door schuldgevoel ten opzichte van de in het water spartelende Peppie. Intussen is bij het reisgezelschap de stemming al niet meer kapot te krijgen. Mannen, roept Beer, we gaan er een tof dagje van maken. Samen met mijn vrienden Peppie en Kokkie. En wat het leukste is van alles, zegt Beer, we gaan eens een dagje op stap zonder de vrouwen. Peppie, die deze laatste woorden van Beer gehoord heeft, ziet plotseling zijn kans schoon om Beer de valpartij betaald te zetten. Zich van Peppies boze plannen niet bewust, geniet buurman Beer al bij voorbaat van het glaasje bier dat die dag ongetwijfeld door zijn keel zal glijden. Thank you.
De stemming, die nog steeds vrolijker wordt, zal echter niet lang meer zo vrolijk zijn. Buurman Beer tracht het naderende onheil nog te keren, maar... Als Peppi en Kokkie vertelt dat hij Madelief en haar vriendinnen heeft uitgenodigd voor een gezellig bootreisje met hun klaverjassende echtgenoten, kan Beer op weinig medelijden rekenen. Aan boord, roept Peppi. Dan ga ik aan het stuurrad en dan gaan we het zeegat uit. In zijn schild.
ze even aanmeren om te wachten tot de eerste brug opengaat, krijgt Kokkie ineens de geur van haring in zijn neus. En aangezien Kokkie dol is op haring, gaat hij vlug er eentje verschalken. Genietend van het zeebanket ziet hij plotseling tot zijn schrik dat de brug is opengegaan en het schip weer vaart. Hij zet het op een lopen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om aan boord te komen, want het schip kan tussen de vele bruggen niet stoppen, omdat anders het verkeer op de weg veel te lang moet wachten. Het ziet er dus naar uit dat Kokkie de boot gemist heeft. Dat was op het nippertje. Gelukkig is nu weer alle hens aan dek. Feestvreugde heeft echter van al deze opwinding niet te lijden gehad. Maar terwijl buurman Beer trots een dansje maakt in de armen van een, nou, leuke jonge dame, zorgt Kokkie ervoor dat dat enigszins in het water valt. Thank you.
Gelukkig is de feeststemming niet bedorven door een nat pak. De Klaverjasclub heeft een uitstapje gehad om nooit meer te vergeten. Klik, klak, klak.